wel goed gespeeld. De eerste paar games waren gewoon wel een beetje nerveus. De fouten die ik maakte waren allemaal in het net. Dus ja, vanaf toen geprobeerd wat meer de hoogte te zoeken, wat losser te gaan, wat agressiever te tennissen. En vanaf toen heb ik denk ik echt wel lekker gespeeld, ja. Die hoogte vond zij niet fijn, hè? Nee, ik moest daarin afwisselen, af en toe wat sliced. Dropshots werkte goed tegenaan, want ze stond vrij ver achter de baseline. Waardoor het vanaf de baseline best wel lastig was om er doorheen te komen. Ze zag het goed. Maar goed, uiteindelijk mijn spelplan daarop aangepast. En ja, ik denk dat ik gewoon de hele wedstrijd lang met een 100% focus heb gespeeld. En elk punt er stond. En dat gaf haar misschien ook het gevoel dat ze zelf wat meer de punten moest maken. Hoe lekker is het dat dit echt een vechtoverwinning is? Ja, dat is voor mij heel lekker. Dit is voor mij een heerlijke overwinning. Zeker na gisteren, toch wat gemiste kansen. Uiteindelijk dan dik verloren, maar voor mijn gevoel had er wel meer ingezeten. En ja, ik ben heel blij dat ik dat vandaag gewoon recht heb kunnen zetten. Vorig jaar natuurlijk die heerlijke tegen Kuznetsova, maar dit is de winnende. Vergelijk ze eens. Ja, dit is ook wel heerlijk. Zo'n winnende is natuurlijk altijd mooi om die binnen te slepen. Ja, vorig jaar was het natuurlijk kwartfinale, maar dit was ook een hele belangrijke om erin te blijven. En ik denk dat we daar met z'n allen wel heel blij mee zijn.